Goedenavond, welkom. Actrice, presentatrice en zangeres Bea van der Maat is overleden. Ze koos zelf voor euthanasie. Ze was nog maar 62, maar leed aan de spierziekte ALS. In de jaren 80 presenteerde ze 10 om te zien hier op VTM. Ze speelde ook de hoofdrol naast Urbanus in Coco Flanel en is de zangeres van I Lie and I Cheat. Afgelopen donderdag is ze overleden, vertelt haar buurman en familievriend Bart Verbeek. Het is een vreselijke ziekte en dat kan ontzettend snel gaan en dat is ook zo bij haar gebeurd. Maar wat wel ongelooflijk is, dat je hebt dat eigenlijk niet gemerkt aan haar. Ze bleef de ongelooflijk sterke, positieve vrouw die ze altijd is geweest, met heel veel humor. Maar net daarom heeft ze er ook heel bewust voor gekozen om op het einde haar leven zelf in handen te houden en dan voor euthanasie te kiezen. In 2004 verdween ze van het scherm. Ze was de voorbije 20 jaar lerares Engels op een middelbare school in Keerbergen. Ze heeft dat gedaan omdat ze wel van haar vak hield, maar niet van de bekendheid die erbij kwam. Dat vond ze moeilijk. En dat was ook heel eerlijk. Dan zei ze, dan moet ik iets anders gaan doen. En dat was dan dat lesgeven. Dat heeft ze met zoveel passie gedaan. En ik denk dat ze daar misschien nog trotser op was dan op die zangcarrière. Vanaf morgen zal in het gemeentehuis van Bonheide een rouwregister liggen. Ja, Bea van der Maat begon als zangeres, maar raakte ook bij Kijkend Vlaanderen geliefd als presentatrice en actrice. Met haar rol als Sarah tegenover Urbanus in Coco Flanel veroverde ze vele harten in heel Vlaanderen. What a happy life have I got till now, till now. Wilde haren, donkere reeogen en een geweldige stem. Zo breekt Bea van der Maat in 1988 door als zangeres van de groep Won Ton Ton. I Lie and I Cheat wordt een hit en is ondertussen ook een klassieker. Haar uitstraling is ook de televisiebazen niet ontgaan. Want een jaar later wordt ze gevraagd om 10 om te zien te presenteren aan de zijde van Willy Sommers. Hallo, welkom bij 10 om te zien. Het showprogramma voor de Vlaamse artiesten. Bijna tegelijk krijgt ze de hoofdrol aangeboden in Coco Flanel van Stijn Konings, naast Urbanus. Maar het zou nogal een succes kunnen worden, hè? Wij twee. Meent je dat? Ze heeft geen acteerervaring en daar is ze zelf nogal onzeker over. Ik zou wel soms op mijn tanden moeten bijten, want dat acteren is niet zo evident, vind ik. Urbijn zegt wel, je kunt Lassie ook leren acteren, maar ik ben geen Lassie niet. Ze blijft ook zingen, maar net als Won Ton Ton op het punt staat om door te breken in Amerika, wordt Bea zwanger. De zangcarrière wordt on hold gezet en in 10 om te zien wordt ze vervangen door Jasmin. Maar je moet me nog een groot plezier doen, Jasmin. Dat is dat je de komende maanden heel goed voor Willy gaat zorgen. 10 om te zien zal ze presenteren tot 1994. Daarna is ze de gastvrouw van het spelprogramma Studio Gaga. En onze uitdager vanavond is Bart Keil. En Dag Coco, een programma over dieren. En in deze gids vind je werkelijk alle informatie terug over onze gevleugelde vrienden. Eind jaren 90 wordt ze het gezicht van het natuurprogramma Rare Streken op Canvas. De documentaire van vanavond brengt ons naar de Everglades in Florida. Maar uiteindelijk kiest ze voor haar andere passie, lesgeven, ver weg van de schijnwerpers. Ook haar begrafenis zal plaatsvinden in intieme kring. Bea van der Maat laat haar echtgenoot Jan, haar dochter Ulrike en haar zoon Lenny na. Every now and then I think about my life. Ja, Willy Sommers, die met haar 10 om te zien presenteerde, zal zich Bea vooral herinneren als een fijne vrouw die altijd en overal goed gezind was. Hij is geschrokken toen hij hoorde dat ze overleden was. Het was een zeer professionele vrouw, zeer correct, zeer attent, zeer lief, een heel lieve vrouw. Altijd met een glimlach, met een smile. Het is voor mij zo een moeilijk moment geweest toen ik het gisteravond vernomen heb dat ze overleden was. Ik ben gecrashed, echt waar. Ik was aan de grond genageld, ik kon bijna niet meer praten, ik was zo onder de indruk. Het is een groot verlies, sowieso. Volgende week zijn er weer opnames van 10 om te zien. Er komt daarin een eerbetoon voor haar. Even weg geweest in onze oude
Ik denk aan een groot scherm, videoscherm met misschien nog beelden van vroeger en interviews, mensen die over haar praten. Want ik denk niet dat er iemand een slecht woord kan zeggen over Bea. Dat kan niet. Ik zou mij niet kunnen inbeelden wie dat zou doen. Ze was zo graag gezien bij iedereen. Ook Urbanus niet, die met haar in Coco Flanel speelde. Volgens hem was Bea van der Maat een ster zonder allures. Was geen diva. Een diva? Oh, met gesten zo. Nee, absoluut niet. Nee. Die was altijd heel bescheiden. Ja. Die was als ik zo iets vroeg. Ja, wilde hij dat echt? Dan deed hij dat. Maar het was echt niet iemand die op tafel zat te kloppen. Ja, Bea van der Maat koos voor euthanasie omdat ze te ziek was geworden door ALS. Een zeldzame en ongeneeslijke spierziekte waardoor je langzaamaan verlamd raakt. Dankzij de Ice Bucket Challenge die viraal ging, zijn er de laatste jaren wel grote stappen gezet in het onderzoek naar de ziekte. Maar genezen kan voorlopig nog altijd niet. Ik heb de diagnose gekregen op mijn vrijdag de 13e. In 2020. Maar ik wist al veel langer dat er met mijn lichaam iets aan de hand was. Want Erwin is sportief en rijdt iedere dag met de fiets van Antwerpen naar zijn werk in Brussel. Maar de laatste jaren van zijn carrière voelt hij dat hij kracht verliest. Maar ja, ik weet gewoon. Ik heb een slechte dag, het gaat niet goed. Maar dat werd erger en erger. Na een onderzoek blijkt dat Erwin aan ALS leidt, net zoals 1000 andere Belgen. De zenuwcellen in zijn hersenen, die signalen naar de spieren sturen, sterven langzaam af. En bij mij is het heel snel gegaan. Elke week, elke maand moeten vaststellen dat je iets niet meer kan. Erwin kan sinds een jaar helemaal niet meer bewegen en krijgt via zijn tube lucht ingeblazen omdat de spieren rond zijn longen niet meer werken. Voettwijg. Teen. Annemie, de vrouw van Erwin, heeft haar job opgegeven om voor hem te zorgen. Maar via de Belgische ALS-liga heeft ze heel wat steun gekregen. Iemand zoals Erwin, met ALS, wat hij nu is, hij is volledig verlamd. Die kan ook nergens terecht. Er is nergens een plaats waar ze 24 op 24 uur voor hem kunnen zorgen. Dus, en ik ben heel blij, want ja, dat klikt wel goed tussen ons. En onze relatie is er eigenlijk wel sterker op geworden. Gewoon zo, ja. De liefde voor elkaar. Er ligt een elastiek. Er zijn de laatste 10 jaar heel wat belangrijke stappen gezet in het onderzoek naar ALS. De kans op een geneesmiddel in de nabije toekomst is groot, maar dat is te laat voor Erwin. ALS-patiënten leven hooguit 5 jaar met de ziekte. Dus er is niks te voorspellen. Je weet één ding met zekerheid. ALS wint altijd. Alleen weet je zelf niet wanneer dat je de handdoek moet gooien. Want één ding is zeker. Ik ga beslissen wanneer het gedaan is. En niet ALS.